En er is zelfs een mooie draaistoel. Wauw! 3, 2, 1. Die mag pletten. Kijk jongens. Ik ben met Timo zijn oren aan het spelen. Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Timo is hier, die komt logeren. Dit is een logeervlog. Goed dat je kijkt. Ik zeg dit voortaan tijdens mijn intro, maar ook outro. Gelukkig nieuwjaar! Ja jongens, hier is Timo. Ja. Hier is Timo zijn bolle koppie. En daar kan ik iets heel grappigs mee. Kijk maar. Wat? Je koppie staat niet in beeld. Wacht. Ja, hier is Timo zijn koppie. Die is een beetje roze van het licht. En ik kan daar iets heel grappigs mee. Kijk. Weghoofd. Timo plet. Kijk jongens, ik ben met Timo zijn oren aan het spelen. Iets waar ik nou zin in heb? Nou? Look shiften. Of zo. Kan. Dit is Timo met een kietelbuik. Timo, wil je iets vertellen tegen de kijkers? Je staat nou in beeld. Nou ja. Mag ik even vertellen over Beatstar? Mag. Nou. Oh ja, hij is jongens, hij is vernieuwd. Ja, en ik denk dat we nog even deze vlog laten zien. Maar niet helemaal, dat doen we dan in het kort. Oh ja jongens, we gaan ook nog, gaan we die furrykop en die robot in de vlog zetten of niet? Die doen we los. Oké. Want we maken een los video. Er komen nog twee, er komt nog een deel 2 van Furby's lopen. Daarmee gaan we zijn kop openmaken. Ja. En ook nog speelgoed robots lopen. Omdat we een klein, best wel grote robot gaan mollen. Waar is zijn hoofd al uit de hand? Ja. Wat gaan we nou doen, joh? Nou ja. En dit zijn Timo's schoenen. Ik heb mooie fans aan, zoals jullie zien. Ja. En daar is Timo zijn koppie weer. En weghoofd. En wat? Moet je met je hoofdje heel hard schudden. Timo heeft een shakehoofd! Timo, wil jij voor de grap even de camera vasthouden? Kijk, dit is de camera. Waar je tegen welk ding, tegen wat je, waar je naar richt, daar filmt hij. Hi. Oké. Kijk of jij mij in beeld kan zetten, hè? Kijk. Oké, jongens. Hier is op zijn bolle koppie. Ja, en daar kan ik hier iets heel grappigs mee. Kijk. En weg, Job zijn hoofd. En weg is Job zijn hoofd. Je moet nog wel met dat bolletje richten. Iets te laag. Hou de camera eens wat hoger. Een beetje hoger houden. Zo, ja. Jongens, zien jullie mij? Doei! Jongens, nou ben ik onzichtbaar. Ja, jongens. Dit is Timo. Ja. En ik ga Timo de keet laten zien. Ja, de bouwkeet waar we gaan verhuizen. Ja, dat is van je. Maak de deur maar open, Timo. Ja. Het is best wel een beetje een koud weertje, dus... Ja. Maak maar open die deur, hij is heel zwaar. Trekken. Oh. Welke kant heb je, Timo? Trekken. Doe klik naar onder en dan trekken. Nee, kijk zo. Dan kijk je zelf niet, pas op voor je hoofd, hè? Ja. Kijk. Pas op, Timo. Eerst ga ik even... Nou ja, pas op, het is een groot opstapje. Hij is heel groot. Kom maar. Laat de deur dicht.
Kate? Dit is de Kate. Wat? Kijk jongens, hier gaan wij. Als we gaan verhuizen, een tijd inwonen. God. Kijk, hier hebben we, het is wel een beetje vies inderdaad. Een beetje stoeltjes. En er is zelfs een mooie draaistoel. Wow. En je hebt ook nog hier een paar andere stoelen. Heel veel stoelen staan hier. En een tafel. En een tafel. Er zit een kachel onder. Maar gewoon een huisje in onze tuin. Hier is een keukentje. Doe maar, Timor. Klinkt hij echt goed? Hier. Ruikt hij gewoon. Je ruikt naar hout, hè? Ruikt hij echt goed? Ik zal even de deur open doen, de lamp die doet het nog niet. Alles is van hout. De stroom is nog niet aangesloten. Hop, pas op, Timor. En we hebben hier ook serieus een wc. Ja. Maar die doet het nog niet en die is goor. Dus jullie hebben het trouwens nog niet gezien. Kijk jongens, een wc. Hoe kan het niet dat het allemaal zo vies is? Met een mooie. Wow, er zit een stekker hier. Er zit nog nergens een lampschakelaar of zo. Nee. Oh jawel. Maar die. Die doet het nog niet, want de stroom is nog niet aangesloten. Boom. Nou ja, jongens, dat is dus de Kate. Ik heb er wel hele koude handen door gekregen. Sorry, dat moet heel even. En die stopt je dan in mijn nek? Nou ja, dat is dus de Kate. En er zitten ook raampjes in. Maak de deur maar open. Die keer moet je duwen. Hard. Hard. Nee. Goed zo. Pas op. Een heel hoog afstapje. Pas op. Ja? Naar voren. Oh, ik voel iets op mijn hoofd. Ja. Wat gaat het nou? Nou gaat het regenen. Ik voel een regendruppel op mijn kop. Af. Nou ja jongens, we gaan nou eventjes schommelen en dan zien we jullie dadelijk weer. Kijk jongens. Ja, jongens. Ja. Doe maar draaien. Wauw. Hij kan ver hè, deze. Ja. Leuk toch? Kijk jongens, jullie zien Timo hier ronddraaien en half schommelen. Ga je jezelf nou laten? Maar dan ben je heel lang bezig. Nou, ik denk dat ik bijna de grond. Ja, maar ik bedoel met terugdraaien. We gaan Timo door elkaar twisten. Op de massagemat. Ja? Ik zal even de lamp. Au. Woehoe, ik val bijna. Haken we de lamp aan. Die grappige element van de robot. Zo'n schietgeweer. Heel heel. Die kunnen bewaren. Zit... Nee, dat doet niks. Maar. Ik zal hem laten. Die mensen vinden die wel grappig. Ja, jongens, dit is dus Timor. Hij ligt op de mat. En dadelijk gaat Timor schrikken, want het is een massagemat. En die ga ik
aanzetten. 3, 2, 1. En leuk, hè? En dan kan ik nog de sterkte instellen van de trilling. Wat is een hart? Mijn hele koppie trilt. Oeh. Weet je waar je helemaal van gaat trillen? Nou, ik weet het niet. Kijk, je kan dus verschillende standjes. Nou doet hij onder een paar seconden. Oh, dat... Op een andere plek. Dat is leuk. Nou gaat hij bij je reet. Een kieteltrilling! Wat is dit? Fijn, hè? Ja. En nou weer op dat hij bij zo'n paar seconden en nu weer in de plek gaat trillen. Steeds harder. Je kan gewoon je armen neerleggen. Wajo! Voel mijn kop. Video kopie! Brrrr, ik ga weer. Weet je wel van mij? Dit is zacht. Dit is hard. Dit is hard. Weet je welke mijn vaste punt is? Dat je om de 5 seconden op een andere plek gaat trillen. Dit is ook. Dan weet je niet waar je gaat trillen. Wel, ik weet de volgorde uit mijn hoofd. Maar dat is wel leuk. Wat? Ja, jongens, laat deze video. Nee, grapje, het is nog niet afgelopen. Of toch wel, jongens, het is wel afgelopen. Sorry, ik zat een beetje te twijfelen. Dit was het. Laat deze video. Abonneer op mijn kanaal. Ik zie jullie in een volgende video. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer en like.